Ambtenaren die de islam beleiden hebben toestemming van het werk om een uur 's middags te verlaten. Het besluit is genomen door minister Brontosso Mohardjo van Binnenlandse Zaken na afstemming met president Santokki. Volgens BISA-directeur Nasir Eskak is deze regeling niet nieuw in de ambtenarij. Het ministerie heeft vele verzoeken ontvangen voor het inkorten van de werktijd. U weet, de moslimgemeenschap heeft al een ministeriële beschikking waarbij ze des vrijdags ook vrij af kunnen krijgen van 1 tot 2 uur voor hun vrijdagse verplichting. En in het kader van Ramadan hebben we gezien dus dat er heel veel verzoeken vanuit de ambtenaren binnenkomen om te vragen of ze vanwege het vaste de dienst vroegtijdig kunnen verlaten. En natuurlijk, wij zijn conform het een van de internationale rapporten over religieën, wordt er gezegd dat Suriname het grootste land is met een religieuze diversiteit. Vierde grootste land ter wereld met een religieuze diversiteit. En in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika zeker de grootste. Dus in dat opzicht geeft dat aan dus dat wij heel veel religieuze groeperingen hebben binnen het land. En in dit geval dus de moslims die dan vanwege de maand Ramadan vragen of ze in het licht van het kunnen beleiden van de vaste maand, dat ze dan om 1 uur vrij af kunnen. Met de voorwaarde, zolang de dienst het toelaat. Er is jaren geleden een ministeriële beschikking uitgegeven die stelt dat moslims of zij die de islam beleiden op een bepaald tijdstip het werk mogen verlaten. Eskak is van mening dat de periode van de Ramadan de zwaarste is van alle geloofsovertuigingen. In vergelijking tot andere rituelen die verbonden zijn aan andere religieuze denominaties, dan denk ik dat het vasten een van de meest intensieve is, waar wij ook met het weer, die we dan het hele jaar door hebben, heet weer, dus, dan komen we de mensen hierbij tegemoet, zodat zij hun religieuze verplichting van het vasten kunnen nakomen op een goede manier. Want uiteindelijk, als je door het werk, en daarom is ons advies ook altijd, als je door het werk bijvoorbeeld gedwongen zou zijn om het vasten te verbreken, dan zouden we dat natuurlijk heel jammer vinden. Dus het advies dat in de moskeeën ook wordt gegeven is, als je weet dat je jouw werkzaamheden uit arbeidsintensieve handelingen bestaan, plan het dan zodanig dat je in de hele maand Ramadan halve dag verlof kan opnemen, zodat je dan je religieuze verplichting daarmee kan nakomen. En nu is het in tegenstelling tot de voorgaande jaren door middel van een circulaire van de minister rond zijn schrijven naar zijn collega's toe om hen te vragen dat indien de moslims verzoeken dat zij eerder de dienst kunnen verlaten, zolang de dienst het toelaat nog steeds, in verband met het vasten, de medewerking van de collega's worden gevraagd dat ze wel hun toestemming daarvoor verlenen. Nasir Eskak, directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, die stelt dat er rekening wordt gehouden met elke geloofsovertuiging in het land. De vaste maand, oftewel Ramadan, duurt van 13 april tot en met 12 mei.